Bij het Japanse merk Suzuki denkt men vooral aan betrouwbaarheid. En die hadden in de compacte klasse hadden al een hele leuke representant, namelijk de Swift. Een leuk sportief karretje. Daarnaast komen ze nou met de Baleno in dezelfde compacte klasse. En dan vraag je je af waarom. Hij is wat groter en is vooral bedoeld voor de wat oudere doelgroep. De oudere doelgroep die kent de type naam Baleno al lang, want in 1996 kwam die op de markt. En na 6 jaar was hij een beetje stilletjes van de markt verdwenen. Toen was hij er als 53 hatchback en nu tegenwoordig is hij alleen nog maar als 50 hatchback. Er zijn veel technische overeenkomsten tussen de Swift en de Baleno. Ze hebben ze allebei een 1.2 viercilinder met 90 pk, zoals in de testauto. Maar de Baleno heeft daarnaast ook een 1 liter driecilinder met 112 pk en veel meer koppel. En die is bijna net zo zuinig als de 1.2. De 1.2 in deze auto is een zogenaamde smart hybrid. Maar dan denk je hybride, dan zou je dus echt elektrisch kunnen rijden, zoals een Toyota Prius. Nou, dat is het niet zo. Het is een hele kleine accu met een hele kleine elektromotor. Bij het remmen gaat er dan energie die accu in. En bij het accelereren wordt dat weer afgegeven naar de motor toe. En dat zorgt ervoor dat hij net een pietje zuiniger wordt. Dus dan gaat hij van een B naar een A-label. Als je de Baleno verder vergelijkt met Swift, dan valt je op dat de Baleno 14 cm langer is en 5 cm breder. En dat ook de wielbasis, dat is de afstand tussen de beide assen, dat die 9 cm groter is. En toch is die 100 kg lichter. En dat is weer heel goed voor je motorrijtuigenbelasting. De grootte van de kofferbak die valt voor zijn klasse helemaal niet tegen. In de Swift heb je maar 210 liter en hier hebben we er meer dan 350. Op de foto en de brochure lijkt het achterin bijna een balzaal. Nou, dat valt wel mee. Maar toch, achterin is de B-ruimte voor zijn klasse best wel netjes. Alleen de hoofdruimte, ja, dat is me net aan. Weet wel dat als je diepteverstelling van het stuur wil hebben, dan moet je naar de wat duurdere versies toe. Want de goedkoopste comfort die heeft alleen hoogteverstelling van het stuur. De Baleno heeft al zijn Euro NCAP crashtest ondergaan en daar kwam hij niet echt met flying colors uit. Hij scoorde zonder veiligheidspakket maar 3 sterren en met een veiligheidspakket 4 sterren. En de 3 sterren dat is vooral veroorzaakt omdat bij een zijdelingse aanreding is er best wel kans op letsel op de borst. Dat geldt zowel voor als achterin. En dat komt door een gordijnairbag die het niet optimaal doet. Die 4e ster die komt er met het veiligheidspakket wel net bij. Want dan heeft hij een automatisch noodremsysteem en dat functioneert in deze auto heel goed. De rij-eigenschappen van de nieuwe Baleno die zijn niet opvallend goed of slecht. Het enige wat wel opvalt is dat de afstemming tussen vering en demping die had wat beter kunnen zijn. Bij de conclusie over deze Baleno gaan we eerst kijken naar de merkbetrouwbaarheid. En de eerste 4 dat zijn allemaal Aziatische merken. Mitsubishi, Daihatsu, Toyota en wie is nummer 4? Suzuki. En ook in zijn klasse, de Swift, is absolute betrouwbaarheidskampioen met een 9,2 in het laatste onderzoek. Dus deze Baleno die zal vast betrouwbaar zijn. Zuinig zal ook wel zo zijn. Maar alleen die veiligheid, ja, die valt niet een beetje tegen. En wil je nou alles te weten komen over de testresultaten van alle auto's? Ga dan naar consumentenbond.nl/auto.